Welkom beste leerlingen bij dit filmpje. Vorige week was er geen filmpje, deze week is dat er weer wel, alhoewel het ook deze keer een eerder kort filmpje gaat zijn. Het onderwerp voor deze week is de handel in steden. Jullie zien daaronder de cursuspagina's verschijnen en ook de pagina's waarop je de taak gaat vinden. Nu, daar volgt later altijd meer over. Het is sowieso slim om er nu al de cursus bij te nemen, omdat jullie erg veel vragen zullen moeten beantwoorden. En de afbeeldingen in de cursus zijn zwart-wit en erg klein. Daarom ook dat ik deze PowerPoint gemaakt heb, zodat je ze in het groot kan bestuderen en dus veel beter kan zien. Nu, die handel in die steden. Waar hebben wij het vorige week over gehad, of wat hebben jullie vorige week gelezen, is eerder het ontstaan van die steden. Er is dus een bevolkingsgroei, zoals jullie normaal gezien hebben. En dat uit zich vaak in steden. En die zijn nogal chaotisch. Die worden gewoon gebouwd zoals het mensen uitkomt. Vaak zijn dat meerdere dorpjes die zich op een bepaald moment beginnen clusteren. En dan zijn dat helemaal geen rechte straten. Nu, in de middeleeuwen worden die steden wel steeds georganiseerder. Die waren er ervoor ook, maar dan groeien die enorm aan. Maar toch blijft alles eerder vuil. Nu, je zou ervan verschieten hoe sterk ze toch georganiseerd zijn. Zo zorgt men er bijvoorbeeld voor dat de vuile industrie, zoals leerloers die met pipi en zo werkten, dat die op het einde van de stad zaten. Daar waar de rivier weggaat van de stad en niet aan het begin. Dus men denkt wel degelijk na, maar zo heel veel weet men ook niet en is ook niet altijd zo slim. Ga zeker eens een plan vergelijken van een middeleeuwse stad zoals Gent. Jullie zien hier de middeleeuwse kern van Gent en die van New York. New York is een veel modernere stad, we wisten toen veel meer. En je zal zien dat die straten kaarsrecht zijn. Dus veel beter georganiseerd. Nu, wat wij zo charmant vinden aan van die schattige stadjes zoals in Frankrijk en Italië, is vaak terug te voeren op de chaos van de middeleeuwen. Nu, handel en steden, heel erg belangrijk om te weten, die twee kunnen niet zonder elkaar. Steden kunnen niet ontstaan zonder handel en handel kan niet tot een goed einde gebracht worden of toch echt succesvol gevoerd worden als er geen steden zijn. Het is dus een wisselwerking. Het wil niet zeggen dat er eerst steden waren en dan de handel kwam, of eerst handel en dan steden. Ze groeien vrijwel gelijktijdig. Ook in de 14e eeuw is ook Vlaanderen daarbij heel belangrijk. Dat zal je zien op die kaartjes die in de cursus staan. Wat produceren we hier bijvoorbeeld in Vlaanderen, waar we heel erg goed in? Dat zijn lakens en geweven tapijten. Als je bijvoorbeeld een kasteel bezoekt in Duitsland of in Engeland en je ziet daar nog lakens hangen, zo precies tapijten die tegen de muur gehangen zijn, met allemaal taferelen van jachtpartijen en zo, dan zijn die heel vaak in Brussel of in Brugge gemaakt. Dat waren de twee centra daarvoor. Jullie moeten enkele vragen beantwoorden in jullie cursus. Neem zeker een kijk op pagina 129 en 130. En ik heb de kaarten die jullie daarvoor nodig hebben hier in het groot op de PowerPoint gezet. Je kan deze PowerPoint vinden online. Dan moet je dit filmpje niet per se pauzeren. En anders zet je nu even op pauze en vul je de vragen in. Hier is de andere kaart die je ook nodig hebt. En hier kan je ook meteen de kleuren zien. Nu, iets verder in de cursus dan gaat het over de Hanzesteden. En de Hanzesteden zijn eigenlijk een beetje de voorlopers geweest van de EU zoals we die nu kennen. De Hanze is ontstaan in Duitsland, het is een Duits woord, en dat waren kooplieden die onderling een soort verdragje gingen sluiten. En dat waren dan kooplieden die allemaal hetzelfde verkochten. Die dus afspraken gingen maken op vlak van kwaliteit, wat ze gingen maken, omdat ze daarbij veel voordelen hadden. Later zijn die Hanzen ook uitgebreid over verschillende steden. Ook Vlaamse steden zijn Hanzesteden geworden. En dat was een enorme eer en privilege om daar deel van uit te maken. Er waren ook heel veel strenge regels aan verbonden. Daarvoor was er, voordat die Hanzesteden er waren, was er heel erg veel concurrentie. Veel geprofiteerd ook van werklieden en ook van kooplieden. En ook veel misdaad. Dus het had enorm veel voordelen om deel uit te maken van die Hanzen. Maar het was niet simpel om er deel van te worden. Ik heb hier een eerder rare afbeelding aan toegevoegd. Een nummerplaat. Wel geteld een Duitse nummerplaat. Nu, wat doen de Duitsers altijd? Voor deze bol, het zijn er normaal gezien twee, hierboven staat de bol dat ze hun belastingen hebben betaald. Hieronder de bol dat ze van welke provincie ze deel uitmaken. Wat er voor die twee bollen staat, verwijst altijd naar de stad waar zij wonen. In dit geval is dat Hamburg. Nu, waarom staat daar nu HH? Omdat dat nog steeds komt van Hanze Hamburg.
Dus het leeft nog erg voort, die Hanzesteden. En je vindt daar ook cultureel gezien heel erg veel terug. Jullie moeten dan in jullie cursus bij de Europese handel enkele vragen beantwoorden. En daarvoor hebben jullie deze kaart nodig. Vandaar ook weer, hier zie je ze in kleur, kan je iets beter de symbooltjes zien en kan je de vragen makkelijker beantwoorden. Ook over die Hanzesteden zijn er enkele vragen. En dan komen we op het einde van jullie cursus al uit. Jullie moeten zelf veel lezen en veel invullen. Nu, het valt mee, het is minder dan vorige week. Nu, wat is die jaarmarkt? De jaarmarkt kunnen we vergelijken met een grote kermis nu. Dat is een bepaalde markt die slechts eenmaal in het jaar gehouden werd. Of, als je meer recht had, tweemaal in het jaar, één keer in de lente en één keer in het najaar. Vaak was het rond de zomertijd. Het was een recht. Niet elke stad mocht een jaarmarkt hebben. Een jaarmarkt betekende enorm veel voordelen voor die stad. Nu, wanneer mocht je dat? Dat mocht alleen wanneer de koning of de hoge adel, de baas van jouw gebied, dat ook uitdeelde aan jouw stad. Dat stond dan in een document met een zegel van de koning, of van de graaf, of van de baron. En alleen dan mocht jij een jaarmarkt houden. Deed jij dat toch? En had jij geen toestemming, dan had de koning het recht om jouw stad te plunderen, af te branden, zwaar te straffen, boetes op te leggen in allerhande. De jaarmarkten waren extreem belangrijk voor de steden. Het recht daarop was dus heel belangrijk. En je ziet hier een stilistische afbeelding ervan. Dus je ziet elementen van onze hedendaagse kermis terugkomen, maar ook handel. Je ziet hier ook drinken, het uitschenken van bier, feesten, er werden ook altijd dansjes gehouden. Het was eigenlijk één groot feest. Het was een beetje. Ook daar moeten jullie enkele vragen over beantwoorden. En dan zijn jullie al op het einde van dat hoofdstukje. Nu, we gaan even verder bladeren in de cursus en dan zien jullie bij het volgende hoofdstukje, dat gaat over het sociale leven in de stad, zien jullie een bronnenstudie over de beroepsverenigingen of de gilden, zoals we die ook wel noemen. Jullie moeten die bronnenstudie deze week al maken. Dat maakt de les van volgende week meteen ook veel duidelijker. Dus zoals altijd heb ik die taak uit jullie cursus nogmaals op SmartSchool geplaatst, zodat jullie die digitaal kunnen invullen en digitaal kunnen inleveren. Je cursus, waarvan je dus ook moet bewijzen dat je die hebt ingevuld, ook die staat weer digitaal op SmartSchool zoals alle voorgaande weken. We hebben dus een kort stukje overgeslagen, daar gaan we het volgende week over hebben, wanneer jullie nog meer informatie krijgen over die gilden, want ook die, net zoals die Hanze, waren heel erg belangrijk en leven nu nog sterker door dan die Hanzesteden. Dat is een beetje vergane glorie. Hopelijk was dit duidelijk. Jullie uploaden dus het bewijs van je cursus en de taak tegen vrijdag. Veel succes en tot de live sessie of volgende week.